In Belsum wat jute heeft de Sybesma-partij verkeerd. Je hebt iets wie het een heer- en haar-klassepartij. Nou, een eerste klassepartij, maar uitnoegen keertjes. De eerste prijs, wie in Belsum voor Pieter Bakker, Hendrik-Jan van der Velde en Sjoerd de Jong. Ze wonen in de finale maar 4-4 en 6 niet. Van het patoer van Bouke Triemstra, Gerrit Meijer en Peter de Boer. Op die stoon wie het Peter de Boer die de bal kweer sloeg. De wooi naar de finale van het patoer van Pieter Bakker weer net zo simpel. In de eerste omloop woonden ze van Hendrik Tolsma, Siebe Gredanus en Lennart Adema. En dat dienen ze op 4 wisselingen 6-2. Dat hier gelijk goed oorsom kan. Maar met name achterin Lennart Adema, die liet nogal wat stekjes vallen. De tweede omloop, de finale als neerpartij, zien het patoer van Pieter Siebe Skaringa, Bouke Dijkstra en Tjebbe Hansma, wat een makkelijke overwinning. Nou ja, makkelijk 4 om het draaien en 6-2. Bouke Triemster, Gerrit Meijer en Peter Boer kwamen in de finale terug in de eerste omloop te winnen van Willem-Jan Posma, René Anema en Jacob Klaas Heidsma. In de tweede omloop weer het tour van Siete Verwda, Erik Heidsma en in de eerste omloop sterk keert ze naar Dennis Wijnjeterp, net sterker nog voor het tour van Bouke Triemstra. Ze verleren dan ik. En in de hele finale winnen het Jan-Brand Wiersma, Hilbrand Visser en Thomas Versuden die het net bolwerkje koeren in het tour van Bouke Triemstra. Nou, zo krijgen we de prijswinners op een rietje. Pieter Bakker, Hendrik-Jan van der Velde en Sjoerd de Jong waren eerste. Mooi de koning, Pieter Bakker uit Liaud. Tweede prijs, wie er van Bouke Triemstra, Gerrit Meijer en Peter de Boer. En de derde prijs, wie in Belsum op de Hidde Sybesma-partij van Jan-Brand Wiersma, Hilbrand Visser en Thomas Versuden.